Goeiedag, hartelijk welkom bij deze Sportclub Rijnmond met Feyenoord, de wedstrijd tegen PEC en een item over de jeugdopleiding. De dames van Hockeyclub Rotterdam, Bart van Muijen bij FC Os, FC Dordrecht, het slot van het EK honkbal gisteren in het stadion van Neptunus. En we gaan dit Sparta-shirt weggeven. Eerst naar de Kuip. Daar deed Feyenoord zaterdagavond aan klantenbinding. Hoewel het publiek qua voetbal in de wedstrijd tegen Zwolle niet echt werd verwend, hadden 4000 kinderen de avond van hun leven. Ze waren door Feyenoord uitgenodigd voor een avondje Kuip in de hoop dat ze besmet zouden raken met het Feyenoordvirus. Tot op hun oude dag. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear, it's a truth. And I owe it all to you. We gaan naar Feyenoord in de Kuip. Dirty bit. Is het allemaal voor jullie de eerste keer in de Kuip? Ja, ik wel. Voor mij wel. Voor mij niet. Tweede keer. Voor mij de derde keer. Het is geweldig. Daar maak je maar één keer je leven mee, denk ik. Dus dat is hartstikke leuk. Ja, en voor die gasten helemaal. Ik bedoel, in zo'n volle Kuip is het mooiste. Ja, ik vind het heel belangrijk. Je stimuleert de jeugd. En het zet ze aan om juist te gaan sporten, vind ik. En hij ziet zelf ook bepaalde technieken, wat hij geleerd heeft. Dat zei hij net ook. En dat vindt hij juist het leuke ervan. En zeker met name voor de jeugd. Om het te laten zien hoe de Kuip is en het legioen erbij, weet je wel, is voor die kinderen gewoon een waanzinnige belevenis. Je bent niet alleen meer een voetbalclub, hè, waarin getraind en gespeeld wordt. Je bent gewoon onderdeel van de totale maatschappij. Vaak worden spelers ook geadoreerd door mensen. Maar wij kunnen als technische stafmensen, maar ook als voetballers, heel veel teruggeven aan diezelfde maatschappij. En dat proberen we steeds meer door dit soort acties te benadrukken. SVSD3. Nou, ik vind dat Feyenoord best wel zwak speelt in de verdediging, maar wel sterk in de aanval. En die Zwolle, PEC Zwolle, die speelt nogal sterk in de verdediging, maar weer zwak in de aanval. Wat? Gele kaart. Die scheidsrechter moet leren fluiten, want hij raakte die man niet eens aan. Die man sprong over die bal, gaat die vallen. Je bent nu met 40.000 man in de Kuip. Wat vind je hiervan? Nou, nogal druk. Vooral degene hier achter ons, die zijn nogal de drukte makers. En ook nog best wel hooligan, want er wordt gewoon gegooid met peuken hier, dus nogal rommelzooi. Ik zie het niet. Nee, het is penalty, denk ik. Penalty. Het is penalty, geen goal. Penalty. Ja. Die is ook voor Ajax, maar ja, dus we kunnen ook gewoon aardige jongens zijn. Dus dat maakt niet uit. Mooi gezegd. Ja. Je hebt ook mensen die voor Real zijn, maar ook voor Barca. Die kunnen elkaar niet haten. Het is gewoon, ja, ze zijn dezelfde mensen. Supporters moeten een beetje lief voor elkaar zijn. Ja, gewoon. Waarom die rellen voeren? Het is toch gewoon, ja, je bent mensen. Weet je dat heel veel volwassen mensen hiervan wat kunnen leren? Ja, eigenlijk wel. Ze moeten vooral naar de televisie kijken. Ja, Frank Stout maakte dit item met de nieuwe Diederik Samsom.
Straks aan het slot van deze sportclub nog meer Feyenoord. Dan hebben we het over de jeugdopleiding van de club. Maar nu eerst FC Dordrecht. Dat speelde vrijdag 1-1 gelijk tegen Os. Voor ons misschien niets bijzonders, maar voor Bart van Muijen wel. De linksback speelde meer dan 200 wedstrijden voor FC Dordrecht. En vertrok vorig jaar naar FC Os. Omdat hij daar naast het voetbal een commerciële functie kon bekleden. Maar Van Muijen raakte aan het begin van dit seizoen ernstig geblesseerd. Einde seizoen en wellicht einde carrière. We zochten hem op thuis in Dordrecht. Je bent continu bezig en gek genoeg af en toe of in je slaap maak je een beweging. Waardoor je echt gewoon last krijgt van je knie. En dan schrik je het aapblazerus en dan zit je al gelijk weer te voelen van oh shit, is er wat kapot? Is er mijn band? Oh, wat voel ik nou achter? Is dat een kramp of is dat alweer, heb ik alweer een blessure opgelopen? Dus ja, je bent daar gewoon heel veel mee bezig. En ik zit gewoon echt te wachten totdat die operatie eindelijk gedaan is. Waarin ik hoop dat ja, alles dan op dat moment zo stevig is. Of tenminste, dat helingsproces kan beginnen. Een zware blessure komt nooit goed uit. Maar voor Van Muijen komt de knieblessure op een extra vervelend moment. Van Muijen komt dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie. En heeft een aflopend contract bij Os. Noodgedwongen denkt hij daarom na over het bestaan na het profvoetbal. Dat zou ontzettend moeilijk zijn. Op het moment dat zie ik steeds dichterbij komen en daar kijk ik niet echt naar uit. Aan de andere kant is, je moet reëel zijn. Ik ben een eerste divisie voetballer. Ik ga me niet financieel onafhankelijk spelen. Ik weet dat als ik stop met voetballen, heb ik 2 maandjes om verdiende centen te teren. En dan moet ik alweer beginnen. En ik heb met dit werk bij FC Os heb ik heel veel lijnen en heb een groot netwerk kunnen creëren. Dus ik ken de juiste personen die mogelijk mij kunnen helpen in de zoektocht naar een baan. Ik heb mijn 2 jaar werkervaring. Ik ben aan het afronden de HBO-studie aan de VVS Academy. Ja, en volgens mij heb je op deze manier, waarin je laat zien dat je en voetbal combineert met een HBO-studie. En ik in mijn geval dan nog zelfs 2 HBO-studies. Mijn werkervaring heb. Ja, denk ik dat je een grote toegevoegde waarde kan zijn voor een bedrijf. En ik hoop dan ook dat mensen me die kans gunnen. En dat daar eigenlijk geen problemen verwacht. Het is nog steeds onbegrijpelijk, maar ook nog steeds waar. Vorig seizoen degradeerden de dames van hockeyclub Rotterdam uit de hoofdklasse. Nu hebben ze maar 1 doel, promoveren. En voorlopig zitten de meiden lekker op schema, want ze staan bovenaan in de overgangsklasse. Het is even wennen bij hockeyclub Rotterdam. Na de onverwachte degradatie uit de hoofdklasse spelen de dames van HCR nu in de overgangsklasse. Vrijwel de gehele selectie en begeleiding verdween en dus zijn er dit seizoen veel nieuwe gezichten te zien in het eerste team. Nou ja, nieuw. Ook een aantal oud-gediende keerden terug in het eerste. Zo ook Claire Visser, de strafcorner-specialiste van een paar jaar geleden. Nou, fanatisme is er nog steeds. Dus wat dat betreft niks anders. En ik ben blij dat de corner nog een beetje loopt. En trainingsintensiteit is goed. Je merkt dat je gewoon niet altijd meer alle trainingen erbij kan zijn. Dus 4 keer trainen, ja, is onmogelijk. Maar het team pakt het allemaal heel goed op. Hoe dankbaar ben je ook dat die oude meiden, met alle respect, terug zijn? Ja, ontzettend dankbaar. Als je eens kijkt hoe we door de week trainen met elkaar. Als je ziet met wat voor energie zij ook op het veld staan en wat voor ervaring ze allemaal hebben. Ja, dat is alleen maar mooi. We werken in een soort buddy systeem waarin de meiden onderling buddies zijn. Zodat ze die altijd in de gaten kunnen houden, met elkaar kunnen praten. En daarboven heb ik de luxe dat ik een adoptieboene neer kan zetten. Die gewoon eigenlijk die meiden daarin ook weer aanstuurt. Dus ze helpen ook mee in het proces. Ja, en we kunnen met z'n allen van elkaar leren. Dus ik ben daar zeer dankbaar voor. Het seizoen is met dit duel tegen stadsgenoot Victoria 3 wedstrijden oud. En HCR staat al waar het team ook aan het einde van de competitie wil staan. Namelijk eerste. Het vrouwenhockey bij Rotterdam moet weer op de kaart staan en daar zijn we hard mee bezig. En de waardering gaat vanzelf komen als we zo doorgaan. Ik ben blij als we promotie halen en als ik daarbij kan dragen door het team bepaalde sturing te geven of er af en toe een doelpuntje erin te gooien, ja, dan ben ik blij. En Visser was tegen Victoria goed op dreef. Door haar specialiteit, de strafcorner, kwam HCR in de 14e minuut op een 1-0 voorsprong. En 8 minuten voor rust herhaalde Claire Visser dat nog maar eens. Op aangeven van een andere oud-gediende, Boukje Vermeulen, scoorde de jarige Visser de 2-0. HCR was in die eerste helft duidelijk beter. En dat werd in de 34e minuut nog een keer onderstreept. De nieuwste aanwinst, de Italiaanse oud-international Daniele Possali, zorgde voor de 3-0 voorsprong.
Dankzij een goal van Dominique van Bennekom kwam Victoria op slag van rust toch nog terug tot 3-1. Ondanks het mindere spel in de tweede helft bleef HCR de 3-1 voorsprong houden en pakte het dus belangrijke punten op weg terug naar de hoofdklasse. In deze fase is alles belangrijk om het resultaat te pakken. Ik heb wel twee verhalen in één doel. Eén verhaal is dat je natuurlijk ook met opleiding bezig bent. Dat je ervoor moet zorgen dat je de jonkies inpast en dat die stappen gaan maken. De oudjes helpen daarmee met een stuk ervaring. En het tweede verhaal is dat je voor het resultaat moet gaan. En dat moet goed in balans liggen. Dus vandaar zijn dit hele belangrijke punten en dat hebben we ook goed neergezet. We hebben ervan genoten van het Europees kampioenschap honkbal in ons eigen land. En hoewel het slot teleurstellend was, doordat de wereldkampioenen van Oranje in de finale verloren van Italië, kijken we terug op een geweldig toernooi. Klaar? Ja. Yes! Goeiedag, 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 goeiedag. 10 dagen EK honkbal in eigen land. 10 afleveringen van EKTV op TV Rijnmond. En Oranje heeft maar één doel voorafgaand aan het toernooi. Europees kampioen worden. Want dat is een wereldkampioen nu eenmaal aan zijn stand verplicht. En de algemene verwachting is dat Nederland in de finale Italië wel zal treffen. In de eerste ronde speelt Nederland tegen België, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland en Groot-Brittannië. De openingswedstrijd van Oranje tegen onze zuidenburen kent veel zotte fans. En een dikke overwinning voor Nederland. Na 5 innings staat het al 17-0 en kunnen de handschoenen opgeborgen worden. Hoogtepunt de cycle van Kalian Sams. Hij slaat een honkslag, een tweehonkslag, een driehonkslag en een Grand Slam home run in één wedstrijd, zelden vertoond. Na België wordt ook Frankrijk met duidelijke cijfers aan de kant gezet, 15-0. Maar dan blijkt Tsjechië tot ieders verbazing sterker dan de wereldkampioen. Het wordt 3-2 voor de Tsjechen. En de eerste scheurtjes in het fundament van Oranje zijn dan zichtbaar. Maar het Nederlands team herpakt zich met een grote overwinning op Duitsland en 1 op Groot-Brittannië. Oranje speelt al haar wedstrijden in Rotterdam. Geweldig voor de regio Rijnmond. Maar in Utrecht en vooral honkbalstad Haarlem zijn ze er niet zo gelukkig mee. Are you lonesome tonight? Van oudsher zijn we honkbalstad nummer 1. En dan denk ik dat ook de KNVSB een klein beetje water bij de wijn had moeten doen. En dan hadden wij hier maar 1 of 2 keer Nederland gehad, dan waren wij waarschijnlijk tevreden geweest. En dat zijn we nu uiteraard helemaal niet. In de tweede ronde ontmoet Oranje Zweden, Spanje en Italië. Wat Zweden überhaupt in de tweede ronde te zoeken heeft, vraagt iedereen zich af tijdens de wedstrijd. 17-1 wordt het en Nederland tankt weer zelfvertrouwen. Ook van Spanje wordt gewonnen, moeizaam met 2-0. En dan is een finale plaats al zeker. Net als voor Italië, dat al haar wedstrijden tot dan toe heeft gewonnen. De generale repetitie is voor de Italianen, maar het draait natuurlijk maar om 1 wedstrijd, de finale. In die finale begint Nederland prima. Oranje scoort al een punt in de eerste inning. Maar dan stokt de motor. Pitcher Martis krijgt geen vat op de Italianen, die er in de derde en vierde inning flink op los scoren. Oranje gaat af. Het team van bondscoach Brian Farley verliest met 8-3. En dus is het EK voor hem volledig mislukt. Italië is de terechte winnaar en blijft Europees kampioen. Dus ja, sportief gezien is het EK voor Nederland dan mislukt. Maar er viel veel te genieten. Bijvoorbeeld van mooi honkbal. Van vloekende Russische pitchers. Klootzak, ja. Van een hele lange look van Mil en een toch vrij kleine cameraman, lieve Antonissen. En van wereldkampioenen die een prijsvraag voorlezen. Wie is de huidige wereldkampioen? Nee, Europees kampioen. Oh, zo. Wat is de naam van de Europese honkbalbond? IBAF, UEBA of CNV? UEBA gaat me aan. Dit komt door voetbal, hè? Ja, precies. Ja. Dan kan je bij helaas zeggen, wie werd de onlangs kampioen? Wij van de Tunis helaas niet. Wie werd de onlangs kampioen van Nederland? Ik kan u al verklappen, wij waren het niet. Dan moet je even Neptunus erbij. Dat was goed, maar wij waren het. Wie werd de onlangs kampioen van Nederland? Ik kan u vertellen, Neptunus werd het niet. En Oranje werd ook geen Europees kampioen. Maar ja, we hebben wel plezier gehad. Are you lonesome? Was het gewoon onverwachts enthousiasme? Waarom? Yes!
Ja, we hebben 10 dagen lang EK-TV gemaakt. 10 dagen lang heeft Wim van Hanegem zitten kijken. Gek op honkbal en natuurlijk op zijn vriend Robert Eenhoorden. Dan heb ik het bruggetje naar Feyenoord weer gemaakt. Feyenoord sinds kort hofleverancier van het Nederlands elftal. En dat kan je de ultieme kroon noemen op het werk van de jeugdopleiding. Die al jarenlang de meeste jeugdinternationals aan de vertegenwoordigende elftallen levert. Bovendien... 12 van de 26 selectiespelers van het huidige Feyenoord komen uit de eigen jeugdopleiding. Ja, Kev, kom aan. 3, 2, 1, kom maar. Feyenoord's jeugdopleiding is nog altijd het hart van de club. Momenteel tikt het sneller dan ooit, want het ene na het andere talent wordt klaargestoomd op Varkenoord. Ja, je bent af en toe lui ook. Ik kan elkaar een hand geven hier zo. Voor de derde keer op rij werd de jeugdopleiding van Feyenoord dit jaar uitgeroepen tot de beste van Nederland. Maar als je kijkt naar de successen, zou je verwachten dat die onderscheiding naar Amsterdam zou moeten gaan. Ajax A1, B1, C1 en D1 werden landskampioen en toch viel de Feyenoord Academie in de prijzen. Best gek. Nee, ik vind het niet gek, want ik vind gewoon dat als je kijkt naar opleiding moet je niet kijken naar resultaten. Dus wat ik zeg, wij kijken ook niet naar kampioenschappen, wij kijken ook niet naar hoe wedstrijden worden gewonnen. Wel hoe ze worden gewonnen, maar niet of ze worden gewonnen. Dus en daarom vind ik, ja, in het ontwikkelingsstand gaat het ontwikkelen. Hè, dus in de academies, alle academies, gaat het ontwikkelen, staat voorop. Ja, daar zijn wij gewoon goed in. Dat blijkt wel uit de cijfers. Maar liefst 12 spelers in de huidige selectie komen uit de eigen jeugd. Daarbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat dit een gevolg is van de armoede in de Kuip. Nou, armoede, luisteren. Kijk, in het verleden ben je natuurlijk noodgedwongen, hebben we die spelers af moeten leveren. Maar we hadden ze wel natuurlijk en dat is voor Feyenoord alleen maar goed geweest. Alleen, goed, als je ziet hoe de mensen hier daarmee omgaan, dat de waardering wat minder was. En dat de resultaten ook minder waren en toch dat het toch goed werd doorgewerkt. Jongens als Klaasie, Martins Indy en De Vrij vormen een stimulans voor de talenten die binnen een paar jaar willen doorbreken bij Feyenoord. Zij zien ook dat de jeugd nu een kans krijgt in de Kuip. Je ziet het toch wel dat gewoon ze niet meer echt grote spelers kunnen halen. En dat ze dan toch naar de jeugd gaan kijken. En dat is in ons geval wel, toch wel gunstig. Feyenoord werkt dit seizoen met een begroting van 37 miljoen. Ongeveer 2 miljoen daarvan wordt geïnvesteerd in de eigen jeugdopleiding, die in de loop der jaren met steeds meer specialisten is gaan werken. Kom je P! Looptrainers, diëtisten, psychologen, je ziet ze allemaal op Varkenoord. Maar de basis wordt niet vergeten, want er wordt natuurlijk wel gewoon gewerkt met jeugdspelers. Goed, we stralen plezier. Niet alleen, we hebben gewoon plezier als we hier zijn. En dat is het belangrijkste. Het belangrijkste is voor spelers dat ze plezier in het spelletje blijven houden. Ik kan gaan lachen worden, daar is zeker tijd voor je zo. Ook in de komende week blijven we Feyenoord op de voet volgen. Aanstaande zondag PSV Feyenoord. Vrijdag praten Jan Dirk en ik daar in FC Rijnmond over met Ronald Koeman. En aanstaande zondag om 8:15 hebben we dan de analyse achteraf met Henk Vrezer, die eerder op die dag zelf met ADO tegen Ajax speelt. Dan nog even dit Sparta-shirt. Gisteravond stelden veel volgers van Rijnmond.nl vragen aan Wiljan Vloed, die we uiteindelijk in FC Rijnmond hebben gesteld. 1 krijgt dit shirt. Dat is Rick Ambachtsheer uit Nieuwekerk aan de IJssel. Van harte gefeliciteerd. Voor nu, bedankt voor het kijken. Graag tot vrijdag.